denk dat het goed is dat de sector en de politiek elkaar ontmoeten. We staan voor heel grote uitdagingen. Publieke investeringen optrekken, reële economie aanzwengen, de klimaatuitdaging. Quasiment un emploi sur cinq en Belgique dépend du secteur de la construction. C'est donc aujourd'hui un secteur qui doit particulièrement être soutenu. Als we kijken naar ons woonpatrimonium, moeten we zien wat daar nog moet geïnvesteerd worden om dat energiezuiniger en kwaliteitsvoller te maken. Ja, dan zien we een gigantische uitdaging voor en kans liggen voor die bouwsector. Ik heet jullie allemaal van harte welkom op het 15e Bouwforum. Een forum dat volledig in het teken van de volgende verkiezing zal staan. Iedereen zal dan een keus moeten maken. La construction est souvent appelée l'industrie de la solution. La solution au service d'un projet de société. Quelle société voulons-nous au service du climat, au service de la mobilité, au service du logement, au service de l'école, au service de l'emploi. Het is voor mij een jaarlijkse traditie en ik kom graag terug. En elk jaar leer je wel iets bij. En de Confederatie zet op dit moment haar belangrijkste actiepunten nog eens in de kijker. En versterken die door ook aan de politiek en andere belangrijke economische actoren duidelijk te maken. Moi j'attends un dialogue d'abord clair et franc avec tous les acteurs de la construction qui sont essentiels et des acteurs clés pour la dynamique économique de notre pays. Ik denk dat dat belangrijk is dat wij als sector kunnen de noden bekendmaken, ook de beleidslijnen van de sector naar de politiek en dat daar ook naar geluisterd wordt. Dus ik kan alleen maar hopen dat alle landen erover eens geraken dat we inderdaad moeten zorgen voor een Europese toelating om die btw te verlagen naar 6%. On va viser les maisons qui constituent un danger pour la propreté et la salubrité publique. Wat overheidsinvesteringen in het algemeen betreft, zouden we moeten gaan van de huidige 2,3 naar 3% op korte termijn. En op lange termijn moeten we zelfs naar 5% kunnen gaan. Ik vind de regels die Europa aan het opleggen is op een manier die investeringen fnuikt, onmogelijk maakt, is niet meer aanvaardbaar. Is het een systeem dat moet worden modifieerd of niet? Ah, il faut qu'il évolue. Il faut que ça soit un incitatif, évidemment, à aller vers des transports alternatifs moins polluants. Wat we absoluut zullen nodig hebben in dit land, is als het over mobiliteit gaat, een betere samenwerking. L'alternance est une des pistes de solution, non seulement pour le secteur de la construction, mais aussi pour que le jeune puisse trouver du sens à son parcours scolaire. Maar als je zo eensgezind in de bouw geloven, dan hebben we een goede toekomst voor ons. Hè. Ik vind onze sector heel belangrijk dat daar nu een debat plaatsgevonden heeft. Dat de overheid beseft de noodzaak om dringend isoleren, het woningpact aan te pakken. 2% van de woningen moeten geïsoleerd worden. Ik vind het een fantastische dag vandaag. Nous agissons et nous avançons des solutions concrètes. Nous attendons donc de nos responsables politiques qu'ils en fassent de même. Ik ga dan ook meteen als eerste ons veiligheidscharter digitaal ondertekenen. Le projet du président sur la sécurité, je pense qu'il nous touche tous. 12 morts un par mois, c'est beaucoup trop. Donc voilà, je pense que c'est un point et une ligne de conduite hyper importante pour nous jeunes entrepreneurs. Ik ben eigenlijk echt fier op onze voorzitter. Die het heel simpel en heel krachtig heeft gebracht en daarmee een groot voorbeeld toch maakt. C'est une priorité. La vie d'un homme n'a pas de prix. Et ça, il faut s'en rappeler.